Breda nu. Je weet het meteen. Ja, we staan nu in Sporthal de Scharen. Zoals jullie eigenlijk weten, besteden wij ook heel veel aandacht aan minder valide sport. Ja, vanavond had ik eigenlijk mijn witte pij aan moeten doen, want dan had ik gewoon mee kunnen doen. Ik heb vanavond ook onder andere gesprekken met een trainer van 83 jaar, dat is de heer Rox. Die staat hier ook op de tekening. We gaan even kijken hoe het judo hier eraan toe gaat bij de minder valide. Kijk je naar je handen. En dan ga je de andere kant op. Probeer zo ver mogelijk te draaien. Top. Zo. Nu weer draaien. Weer kijken. En wel wat stil blijven. Oké, doen we dan met sokvoet omhoog. Juist. Dan gaan we draaien. Ik doe ook bij het draaien. Andere kant. Even een beetje. Handstop. Dat is mee doen. Voor mij. Andere arm. Andere hand. Andere arm. Opa. Achterwaarts. Probeer het even goed los te maken. Andere, dat is een deze hier. Oké, handen in de zij. Handen in de zij. Met van Jurgen. En de vast met van Jurgen. Dit is zij. De heup losdraaien. Andere kant op. Ja, meneer Rox, we staan hier bij een afbeelding van u. Ja, dat zeggen ze dan, hè? Ja, het lijkt er iets op. Ja, zoek de verschillen, zou ik zeggen. No, ja. Nee, maar waarom hebben ze die tekening eigenlijk voor u gemaakt? Bent u zo bijzonder hier? Nou, wij hebben dus een keer een feest gehad. En toen hadden die mannen dat allemaal voor elkaar gebracht. Dus ja, dat was heel leuk. En de tweede feest, dan hebben ze dit gemaakt. Dan hebben ze allemaal een t-shirt hebben ze gemaakt. Meer lezen. Maar meneer Rox, u bent 83, ga ik begrepen, hè? Oh! Dat mag ik toch wel zeggen, hè? Nou, vooruit, maar dat geeft niks. Nee, maar hoe... Dat zeg ik wel, ik ben 83. Dan zeggen ze, dat is niet waar. Geen licht. Nee, dat zeggen ze wel eens meer, hoor. Maar, ja. Ja. Maar toch nog door blijven gaan hier, hè? Ja. Want u geeft ook gewoon les hier aan de minder valide. Ja, ook nog, ja. Ja. En hoe plezierig is dat? Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Soms denk ik wel eens, mag ik daar nou weer naartoe? En als ik daar eenmaal ben, dan denk ik, oh, wat gezellig weer. Ja, want... Je kunt ze niet missen, die mannen, want het zijn hele eetjes. Het zijn toch wel gezellige mannen, hè? Dus, ja. Want u hebt toch wel eens aan gedacht om te stoppen? Heb ik ook wel eens over gedacht, maar dat maakt niet. Dat willen ze niet. Willen ze dat niet? Nee. Nee, ze komen me nog steeds halen elke dinsdag. Ja. En... Die mannen hebben echt heel veel aandacht nodig. Op welke manier moet je daar echt extra aandacht aan besteden? Concentratie of zo? Concentratie en hoe dat ze vallen. Dat is heel belangrijk. Valt breken vind ik heel belangrijk. Want dat is echt de basisbeginsel van judo, hè? Dat is heel belangrijk. Ik heb vroeger wel eens in de gat, die was wij geweest. En daar zie ik altijd gus. En op laatst kwam hij uit de woop, arm gebroken. En dat ben ik. Dat vind ik niet zo leuk. Nee. Ik vind het al het leukste, als we weggaan, dat ze allemaal weer de eigen aan kunnen kleden en gezond weer naar huis gaan. Hey? Ja. En zijn, kunnen jullie nog leden gebruiken? Zeker, zou nog makkelijk een man of vier kunnen gebruiken. Maar ja, we moeten even kijken. Hè? Ja, want jullie hebben ook, je doet het nu niet, vanavond niet alleen, hè? Jullie zijn met drie trainers. Hè? Drie trainers en Ruijs zet er veel bij die huivering daarvan zijn. We hebben dat meisje ook, doe het goed. Ja. Maar een beetje bang, een beetje... Maar ja, dat moeten ze overbruggen. Dat is het. Daar komt ze heus wel overeen, want het is de eerste les. Nee, zeker. Als die een paar keer geweest is, zouden ze zien hoe dat ze dat... Dat zou ik maar tegen de moeder zeggen. Maar ja, die praat een beetje Japans. Ja. Dus je zou wel zeggen dat het wel een beetje in het bloed zit, dat het judo, hè? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk. Ja. Je had het er vanavond trouwens over ook dat ze heel veel tikken. Hè? Zijn ze ook echt in staat, de minder valide, om echt elkaar onderuit te halen? Nou wel, bij een wedstrijdje. Maar ja, net als daar nou ook die speelveld. Dus dat moet je allemaal. Moet je elke keer bij staan. Hè? Ja, echt corrigeren. Anders is ook zo weer van allemaal kusjes geven. Dat ken ik. Ik zeg nee. Het is geen meisje, zeg ik dat. Nee. Ja, je bent wel streng, hè? Ja, dat is waar. Ja, ik ben...
Maar dat moet ook wel, hè? Dat moet ook wel, hè? Ja, ja. En ben ik altijd geweest. Op welke manier hou je de conditie in peil zelf? Nou, ik fiets wat, ik loop wat. En, en dat vind ik wel erg. Vorig jaar is mijn hondje overleden. En dan kwam ik een keer of vier buiten, weet je. Ja. En dan moet ik toch weer aan denken. Van, zou ik weer wel iemand zo'n hondje ergens op de kop zitten tikken? Ja, om echt de conditie op peil te houden. Juist. Ja, ja, ja. En dan heb ik een fiets, een omtrainer en zo. Ja, ja, ja. Dus op die manier blijf je niet roken. Dat scheelt ook. Scheelt, ja. En ik lust graag een Frans cognacje, maar dat ben ik ook niet echt. Als ik met die mannen ben, dan drink ik rust één of twee, maar dan stop ik. Ja. Hoi Bent, ik zag jou toen straks trainen. Hoe leuk is judo? Heel leuk. Ja? Ja. Want hoe lang doe jij al aan judo? Best wel lang. Ja? En wat is lang? Nou, ik heb nu aan mijn opgaande band staat dat eigenlijk het zevende band. En pijn is het zwart, dat is eigenlijk de laatste band. Ja, oké. Okay. Dat is de laatste, daar ben ik nu mee bezig. En wanneer denk je die te halen? 5 jaar of langer. 5 jaar of langer? Ja. Ja, oh. Dus je bent echt goed bezig? Ja. Wat is eigenlijk het belangrijkste aan judo? Wanneer word je echt een goede judoka? Waar moet je aan voldoen, denk je? Dan moet eerst goed vuil breken. En zulke dingen moet je mee opletten. Als je niet je eigen puin gaat doen. Hoe moet je je tegenstander omverwerpen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dan uit balans brengen. Ja, en dat kun je op allerlei manieren, geloof ik, hè? Ja. Met de been, heup, schouder en noem maar op. Dus je kunt op allerlei manieren een tegenstander eigenlijk omver gooien? Ja. En jij komt ook iedere week gewoon hier op de training? Je slaat nooit je training over? Nee, pas als het carnaval is. Dan ga je echt carnavallen? Ja. Jouw naam is? Mika. Mika. Hoe lang doe jij al aan judo? Tot 7 tot 8. 7 tot 8, ja. En je hebt nou de groene band, hè? Ja. Wat is je doelstelling? Welke band wil je nog wel halen? Blauw. Blauw wil je nog wel halen? Ja. En geen zwarte band? Jawel. Ja? Ja. Dat is je uiteindelijke streven? Ja. Ja. Want ik zag toen straks dat je echt heel goed bezig was, hè? Ja, klopt, ja. Wat is jouw sterke kant? Waar ben je heel goed in? Judo-rol. Waarin? Judo-rol. Judo-rol? Ja. Hans, ben je al zo lang hier bij de vereniging? 30 jaar? Ja. En hoe leuk is judo? Leuk. Ja? Ja. En doe je nog iets anders aan sport? En in ditje. Ja? Ja? Ik ga winnen. En jij hebt nou een zwart-witte band? Ja, heb ik al. Dus je bent eigenlijk wel heel erg goed. Ja. En jij doet echt heel veel lach hier, hè? Ja. Maar vind jij het judo het allerleukste om te doen? Ik vind het leuk om te doen. Ja, we zijn vanavond in Galder. We gaan kijken naar roller derby. Ja, dit zijn de Suck City Rock'n'Roll Dolls. Dat zijn vrouwen die aan roller derby doen. Ja, dat is een vereniging die bestaat uit alleen maar dames. Ze hebben vandaag ook een team uit Arnhem en ook uit andere windstreken. En die spelen allemaal tegen elkaar, allerlei teams. Ik ga daar even spreken met de Lisanne en met voorzitter Carola. Hoi Lisanne, ik sta hier bij jou. Je doet aan roller derby, of ja. Derby is het, denk ik. Roller derby op zijn Nederlands, denk ik wel. Ja. Wat is eigenlijk roller derby?
Ja, roller derby is eigenlijk een full contact sport op rolschaatsen. Waarbij je mag dus je lichaam gebruiken om bijvoorbeeld elkaar uit de baan te beuken. Is alles geoorloofd, hè? Sorry. Nee, niet alles is geoorloofd. Er zitten heel veel regels aan deze sport. Wat onder andere inhoudt dat je bijvoorbeeld niet zomaar iemand een elleboog kan geven. Het is echt omschreven van, nou ja, tot hier. Dus met je schouder bijvoorbeeld wel, met je heupen wel. Maar bijvoorbeeld niet tackelen of dus met je elleboog iemand pijn doen. Nee. Ja, als je wat zwaarder bent, dan heb je toch wel een voordeel, denk ik. Ja. Kun je tegen een stootje? Ja, zeker. Dan heb je wel een voordeel. Maar ja, ik denk dat vooral bij roller derby is er voor iedere lichaamstype wel gewoon plek in het team. Ik ben bijvoorbeeld iets zwaarder. Ja, mij krijg je bijvoorbeeld niet zo makkelijk uit de baan. En ik kan best wel een harde beuk geven af en toe. Ja. Maar als je bijvoorbeeld wat kleiner en dunner bent, ja, dan kun je net zo goed... goed onderdeel van het team uit zijn, want dan kun je juist bijvoorbeeld lekker overal tussendoor en kun je juist misschien door heel behendig te zijn en snel te zijn makkelijk weer punten scoren bijvoorbeeld. Ja. Hoe lang doe je het al? Ik doe het nu 6,5 jaar ongeveer in Breda. Sinds oprichting? Nee. Ja, ik ben ook mede oprichter. Ja. Oh, okay. Ja, mooi. Ja. Kunnen jullie nog mensen gebruiken? Ja, zeker. We kunnen altijd mensen gebruiken. Eigenlijk hebben we één voorwaarde, is dat je minimaal 16 jaar bent. En voor de rest is er plek voor iedereen. Ja, Carola, je bent voorzitter van Roller Derby Breda. Hoe lang bestaan jullie al? We bestaan nu 6,5 jaar inmiddels. 6,5 jaar. Ja, jullie heten eigenlijk iets met Sucker City of iets? Suck City Rock'n'Roller Dolls heet ons team wat binnen Roller Derby Breda valt. Okay. Want het is echt eigenlijk een beetje rock'n'roll, want jullie zijn ook behoorlijk rock'n'roll aangekleed, hè? Ja, wel een klein beetje. Zo is de sport ook wel een beetje weer begonnen een aantal jaar geleden. Maar je ziet dat de sport steeds meer begint te professionaliseren. En dat we onszelf meer gaan zien als atleten in plaats van echte rock'n'roll. Want je gaat niet, je mag niet drinken bijvoorbeeld tijdens het spel. En je kan hier niet met een kater op de baan gaan staan, maar daar word je echt niet blij van. Want het is ook gewoon een keiharde sport. En dat en rock'n'roll gaat niet per se samen. Maar het zijn wel bepaald type mensen die het vaak aanspreken. Wat alternatiever, omdat het een wat ruigere sport is die je niet zomaar overal ziet. Nee. Kun je iets zeggen over de bescherming die je hebt? Want ik zag net al dat je mondbit uit, hè? Je mondbescherming. Ja. Wat heb je eigenlijk allemaal nog meer nodig? Ja, klopt. Nou ja, de helm duidelijk, een bitje inderdaad. Ja. Polsbescherming, elleboogbescherming, knieën. Ik draag zelf ook crashpants, dus dan heb je nog wat bescherming op de heupen en op het stuitje, daar draag ik hem zelf voornamelijk van. Maar ja, je valt nogal eens en zelfs met bescherming kan dat nog wel eens hard aankomen. Dus het is belangrijk dat het goede bescherming is, omdat onze knieën en gewrichten nog langer mee moeten dan alleen het spelletje. Dus. Ja. Dus je krijgt af en toe wel een beuk in ieder geval. Maar kun je iets vertellen over de spelregels? Want we hadden net Lisanne gesproken. En hoe zit het eigenlijk in elkaar met de puntentelling? Ja, de puntentelling, dat is vooral denk ik voor degene die het eerste zien een beetje lastig te begrijpen. De eerste ronde dat de jammers de blokkers gaan passeren, gaat het namelijk nu niet om de punten. Dan gaan ze kijken wie van de twee jammers er het eerste door is en dat noemen we dan de lead jammer. Die heeft uiteindelijk een voordeel, zal ik zo meteen nog toelichten. Dus het eerste rondje dat een jammer de blokkers passeert, wordt bepaald of dat ze de lead jammer is of niet. Dan het tweede rondje dat ze er weer aankomt, dan krijgt ze een punt voor iedere blokker van de tegenpartij die zij passeert met haar heupen. Oh, okay. Dus het gaat om de heupen die voorbij de heupen van de andere blokkers komen. Dus je kan zo per scoring pass, dus per rondje dat je langs die andere blokkers gaat, kan je 4 punten scoren. En dat tot maximaal 2 minuten lang.
Nu kan het zijn dat jij als lead jammer erdoor bent en je hebt punten gescoord. Komt die andere jammer eraan, die heeft wat langer vastgezeten. Dan kan het zijn dat je denkt, ik call de jam af. Dat is het voordeel als je lead jammer bent. En dan stopt het. Dus dan kan het zijn dat jij 4 punten hebt gescoord en de andere jammer geen. Dus dat is een heel tactisch... Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, want ja. Er komt veel bij kijken om die punten bij elkaar te schrapen. Ja, zeker. Het is fysiek natuurlijk heel heftig. Hè? Je ligt nogal eens op de grond en dat hoort erbij. Maar het is ook tactisch van, hey, wat is nu slim? Gaan we door? Soms moet je risico's pakken. En soms is het slimmer om het spel te beëindigen voordat de ander ook punten gaat scoren. Jullie kunnen ook nog mannen gebruiken, denk ik. Hè? Want het is eigenlijk een vrouwensport. Maar ja, eigenlijk voor mannen is het ook heel leuk, denk ik. Hè? Ja, het is zo voor iedereen hartstikke leuk. Mannen kunnen ook met ons mee trainen. Alleen wedstrijden spelen wij met ons team, alleen met de dames. Maar er zijn ook zeker gemixte teams en ook herenteams in Nederland. Dus iedereen kan meedoen. En we kunnen ook mensen gebruiken die niet aan het spel mee willen doen, maar wel scheidsrechter willen zijn bijvoorbeeld. En zelfs mensen zonder skates kunnen wij heel hard gebruiken altijd. Echte vrijwilligers, die houden bijvoorbeeld de puntentelling en dat soort dingen bij. En dat kan ook iedereen doen, van jong tot oud. Dus. Breda Nu. Je weet het meteen.